Europa heeft hele grote ambities op het vlak van vergroening, maar ook op het vlak van digitalisering. Ze hebben dat neergeschreven in de zogenaamde Green Deal. Maar dat biedt heel wat kansen. Kansen voor de bedrijven in Vlaanderen die heel sterk zijn op het vlak van robotica en op het vlak van automatisering. En waar denk ik dan aan in de landbouwsector? Aan bijvoorbeeld mechanische onkruidbestrijding met kleine robots die op de velden rondrijden, die het onkruid mechanisch verwijderen. We moeten dat niet op onze velden met zware tractoren die de grond verdichten. En die hebben ook het voordeel dat ze data kunnen capteren, data die we dan opnieuw kunnen gebruiken om nog preciezer op die velden rond te rijden. Men noemt dat dan precisielandbouw. En we hebben hier op ILVO een test- en experimenteerfaciliteit waarbij dat we bedrijven die op dat vlak actief zijn in Vlaanderen, er zijn er heel wat, om die te helpen om hun services aan te passen, te verbeteren. En op die manier gaan we die bedrijven helpen om hun concurrentievermogen te verbeteren. Digitalisering en duurzaamheid gaan hand in hand. Voor de landbouwsector betekent dat een dubbele transitie. Onderzoeksinstituut ILVO ontwikkelt slimme technologieën en stelt ze ter beschikking van bedrijven. Dit is een mooi voorbeeld daarvan. Een robot die aan de slag gaat op het veld op basis van precisiebeelden die door een drone werden gemaakt. De CIMAT-robot rijdt autonoom op het veld. Maar dat is niet het bijzonderste. Hierbij kan hij plaatsspecifiek onkruid branden. Dit doet hij aan de hand van een taakkaart. Een taakkaart wordt gecreëerd op basis van dronebeelden. Deze dronebeelden worden verstuurd en verwerkt in de cloud. Dit past perfect in het kader van precisielandbouw. Bij precisielandbouw proberen we onze inputs te minimaliseren. In dit geval gewasbeschermingsmiddelen of brandstof. De CIMAT-robot is slechts één prototype van agrobots die compact, flexibel en multifunctioneel zijn. De ene keer uitgerust met een onkruidbrander, de andere keer met een schoffelmachine, een robotarm of een precisiespuitmachine. De Tribot is een veel kleiner platform. Deze wordt ingezet in kleinfruit of in boomkwekerijen. In enkele van onze demonstraties gebruikten we hem om met hyperspectrale sensor de rijpheid van druiven te gaan bepalen. In een andere toepassing zetten we ze in blauwe bessen, waarbij we op basis van camerabeelden plaatsspecifiek vlak bij de stam onkruid gaan behandelen. ILVO hoort bij de Europese top op het vlak van robotica, data en AI-ontwikkelingen in agri-food. Machinefabrikanten, technologieleveranciers en vaak ook telers maken dankbaar gebruik van die kennis en expertise. In het verleden hebben we al meermaals samengewerkt met ILVO. Momenteel werken we zelfs samen voor een nieuw soort precisieschoffelmachine. En bij het ontwerpen van een nieuwe machine, een nieuwe technologie, is het wel belangrijk dat er verschillende stappen aan te pas komen. Dus het is niet enkel het mechanisch ontwerp, maar het is ook over automatisatie, elektronica. Het gaat daarnaast, en belangrijk ook wel, over de fysiologie van het veld, over de onkruiden, over de meteorologie. En daar is de kennis van onder andere ILVO heel belangrijk voor ons. Robotica biedt heel veel potentieel in de agrovoedingssector. Maar om hoogtechnologische producten tot op het veld te krijgen, zijn er heel wat stappen en vooral ook goede samenwerkingen nodig. ILVO is voor ons in het verleden al een ideale partner geweest, maar met de service en infrastructuur van de nieuwe test- en experimenteerfaciliteit AgriFood TEF kunnen ze ons nu nog beter ondersteunen om onze ontwikkelingen te testen voor zowel drones als robottoepassingen.